Bye. Yo. Wat een knal, jongens. Maar ja, dat moet ook, want het is al de derde dag vandaag. Ja, hallo dames en heren en tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Robert Naka, die Frontwick. En het is vandaag oudjaarsdag, zondag. Als deze vlog online komt, weet ik niet wat voor dag het vandaag is. Maar vandaag is het zondag, als ik het opneem. En oudjaarsdag, ja, dat betekent natuurlijk vuurwerk afsteken, bier drinken, heel veel bier. En natuurlijk knijten van oliewolf eten. Maar ik ga vandaag geen bier drinken en dat heeft maar een reden, want ik moet vanavond namelijk optreden op een heel groot feest. Ik heb laatst een video online gezet op mijn kanaal, waarbij ik dus jullie uitnodigde voor een feest in Delemswaard. En het is vanavond dus 1 januari, of eigenlijk maandag, s'nacht, maar hey, dit is even van in principe. Maar dat is dus vandaag, of vanavond, of hoe je het ook wil noemen. Dus dan moet ik me voorbereiden en natuurlijk moet ik recordbox goed hebben. Want als dat niet goed is, dan ben je echt shit. De shaak. Dit is het grootste optreden die ik tot nu toe heb gehad. En ik hoop dat het gaaf gaat worden. Daarvoor heb ik ook mijn haren een beetje geknipt. Ik heb mijn baard een beetje geschoren, een beetje weggeknipt. En ik dacht bij mezelf, nou, het is vandaag een leuke dag om te gaan vloggen. Ik heb er zin in, dus laten we dat ook maar gaan doen. Maar in nadeeltje, het is bagger slecht weer. Zoals je kunt zien, het is behoorlijk bewolkt. En ja, het waait ook heel erg hard. Of heel erg hard. Het is gewoon niet lekker weer. En ja, ik hoop maar dat het snel voorbij is. Waar ik niet vanuit ga. Want volgens de weerstations in heel Nederland of heel de wereld is het vandaag de warmste dag ooit gemeten in Nederland of in de wereld. En dat heeft natuurlijk te maken met klimaatverandering. Ja, ik zeg het liever niet, maar het is wel zo, want 12,5 graden in 1901 of zo, 1900, zou het gewoon nu gewoon min 5 zijn. Maar het is nou gewoon 12,5 graden, de warmste dag ooit gemeten. Maar goed, daar ga ik me vandaag niet mee bezighouden. Oh, ik krijg vlog aan, joh, ik heb zo lang niet meer gevlogd. Zul je misschien denken van, Robin, heb je ook vuurwerk gekocht? Ja, alleen niet heel veel. Ik kan er helaas geen geld voor. Ik heb voor 5 euro aan vuurwerk gekocht. En dat is een van die lightning parachutes of zo. Ik ga vanavond heel veel ik ga ze vanavond afsteken. En ja, laten we er vandaag of de laatste dag van 2017 een mooie dag van maken. Oké, intussen is het nou bijna 8:30 alweer. En waarom ik de hele dag niet heb gevlogd, is omdat ik er gewoon geen zin in had. En dat ik het niet nodig vond wat ik het zo weinig doen. En ik denk, nou ja, dan ga ik ook gewoon niet vloggen. Dus ik laat hierbij zien wat ik vanavond ga meenemen naar bij het. Wat ik ga meenemen naar Delemswaard New Year's Eve 2018 in Delemswaard. Dus laten we even gaan kijken wat ik allemaal meeneem. Oké, je ziet het. Hoofdtelefoon, een pakje sigaretten, USB-stick en een houdertje. En natuurlijk mijn rugtas, dat is ook wel handig. Dit is een USB-stick van de HEMA. Deze heeft 128 GB en die kost 50 euro. Heb ik dus al wat aan mijn moeder te betaald. En maar daar heb je ook wat. Dit is een zakje of een houdertje voor je USB-stick. En die heb ik bij de Action vandaan en deze kost 1,50 euro. Om precies te zijn ongeveer. Ik weet niet precies hoeveel die gekost heeft, maar iets in de 50 cent 1 euro. Dus dat was dat. Dan hebben we hier mijn Sennheiser hoofdtelefoon. Ja, je kunt wel zien het merk Sennheiser. Goede hoofdtelefoon. Die zit goed aan mijn oren vast. Of aan mijn oren vast. Die zit goed klem op mijn oren, zodat ik goed geluid heb. En deze heeft een 2 meter lange kabel. Ik heb er een extra plug opgezet, zodat ik het handiger vind als ik moet draaien op de CDJ 2000 Nexus. En natuurlijk heb ik een knopje hierin gezet, want anders zit de kabel gewoon veel en veel te lang. Natuurlijk een pakje sigaretten en mijn aansteker. En mijn rugtas, ook wel heel handig. Dus ja, zoveel heb je helemaal niet nodig om een goed feestje neer te zetten. En ik mag maar een half uur draaien, dus ik draai in principe van 2:30 tot 3 uur. En ik moet om 2:15 moet hier al zijn. Dus het klinkt misschien heel erg ruim, maar geloof me, er gaat best wel wat tijd in zitten om het alles te regelen en zo. Mijn vader weet waar het is, dus ik hoop dit keer niet GPS en zit op mijn telefoon, ook wel handig. Het is klein, maar
Mijn moeder zegt altijd, wie het kleine niet deert, is het grootste niet weert. Hierbij. Ja, anders doen we het af. Maar nu sta ik hier, zullen we Ik wens Nederland heel veel liefde en geluk toe. Gelukkig nieuwjaar! Happy nieuwjaar! Happy nieuwjaar! Happy goed 2019! Happy sneeuw sneer! Wees lief voor elkaar! Happy sneeuw sneer! Haak elkaar en gaan we ruzie maken en oorlog maken. Ja, stem elkaar de kop maar even zitten. Pak dat schuppen, pak dat padden, hou elkaar de kop maar in. Papa, happy nieuwe snaar. Ja, happy nieuwe snaar. Gelukkig nieuwjaar. Happy nieuwe snaar. Happy nieuwe snaar. En het was goed weer. En het was goed weer. Ja, Titanic ligt er ook. Goh! Kom. Dat ligt er ook hoor, en dan gaat het dodelijk bij lang, hè? Duimpje omhoog! Hier Happy op... New Year! Is het al klaar? Oh! Is dat gebeurd al? Oh, dat was zo, dat is ook niks hoor. Hé, er is 12 uur onder je! Wat onder je? Is dit vuurwerk of zo? Nee, dat is deze zo. Nou, Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Ja, hij bevindt. Nou, de ene vonkie ook? Als dat alles is. Baby vuurpijltje. Man, gaan we ook niet even aftellen of zo? Nee, aftellen is al gebeurd. Oh, gaan we naar buiten toe. Oh, kijk! Ik ben zo gek, ik ga niet werk met filmen. Oh, Jezus. Een beetje. Wat een vuurwerk, joh. Er gaat zoveel de lucht in. Thank you.
Yo! Weg steeds room hier. Nee, of hoe je het ook noemt. Dit is eigenlijk een soort kleedkamer dit. Lakker room, ja. Kleedkamer. Straks draai je dus nu 2:15 bijna. Om 2:30 naar de DJ booth toe. Dus let's go. Tja, het is al de volgende dag. En waarom ik de volgende dag film, is omdat het een beetje later is geworden gisteren dus. Ik sliep pas om 3:30 s'nachts. Maak er 5 uur van, als het mee zit. En ja, wat kan ik zeggen jongens? Ik vond het gaaf. En ik wil ogenblik even degene bedanken die mij daar heeft kunnen krijgen. En dat was Ruben Molina. Hij is zelf ook DJ. En hij heeft zelf ook een, ja, hoe noem je het eigenlijk? Het is een soort van evenement die opkomende DJ's een kans geven om een protofeest te draaien. En daar was ik dus één van. Ik heb wel een kleine vergoeding gekregen, maar ik ga niet vertellen hoeveel, want dat is gewoon niet nodig. Dus ja, ik vond het een geslaagd avondje. En ja, voor de eerste keer op zo'n groot podium. En eindelijk, Recordbox was dit keer goed. En daar ben ik heel blij mee, want anders had ik weer voor paal gestaan voor een paar honderd man. Ik heb het volgens mij, als ik goed heb geteld ongeveer, had ik iets van 300 man gedraaid of zo, wat best wel veel is voor de eerste keer op zo'n groot podium. En ja, ik had het gewoon naar mijn zin, iedereen had het naar zijn zin. Wat ik wel de volgende keer moet doen, is iets meer nummers op mijn USB zetten. Want hij zei dus, Ruben Molina zei dus, nou je draait een 30 minuten niks aan de hand. Maar ik had dus te weinig nummers op mijn USB staan, dus ik moest een paar nummers moest ik door mijn heen mixen, anders had ik geen nummers meer en moest ik de boel afkappen, zeg maar. Dus dat was net voor de volgende keer, dat ik de volgende keer meer nummers erop moet zetten dan ik eigenlijk wil. Want anders gebeurt het weer, net zoals gisteren dus, dat ik te weinig nummers heb en dan moet ik improviseren. En dat moet niet weer gebeuren. Dus dat is het enige wat nou beter kan en voor de rest was ik helemaal verkocht en was het hartstikke gaaf. Dat was als partypoppers, rockmachine en noem alles maar op. En ja, dit was mijn oudjaarsdag vlog. Ik hoop dat jullie het heel erg gaaf vonden. Ik in ieder geval wel. En laten we hopen dat 2018 het zal gaat brengen. Ik ga binnenkort een video daarover maken. Ja, het is nieuwjaarsdag. Het is maandag dus. En iedereen zit naar vuurwerk uit te steken alsof het niks is. Maar in ieder geval... Binnenkort komt er een video online waarbij ik ga vertellen wat ik graag in 2018 wil verbrengen en wat ik in 2017 wat ik van 2017 eens vond. Dus laten we nou zeggen, ja, op naar 2018. Ik ben moe, want ik ben net wakker als ik dit opneem. En ja, ik laat het zo zeggen, dit was een van de beste gigs ooit die ik heb gehad en ik hoop dat er nog veel meer van zo kunnen krijgen. Dus op naar de toekomst, of op naar 2018 kan ik weer zeggen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Ja, laten we hopen dat 2018 een musical jaar gaat worden. En laten we het beste ervan maken. Tot die andere video waarbij ik uitleg of 2018 bla bla bla. Je snapt wat ik bedoel. Dus tot dan. Yo.